Goedemorgen iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Hey. Hey. Wij gaan vertrekken naar het Koraaltje. Dat is een sauna hier in de buurt in Koersel. Een hele mooie sauna naar het schijnt. Ik ben er nog nooit geweest. Maar ik heb wel heel veel mensen gehoord die daar zijn geweest. Dus ik ben heel benieuwd hoe het gaat zijn. Wij zijn aangekomen bij de sauna. En ze hebben er, ik denk, 2 of 3 zelfs hier. En wij zitten in... Weet je in welke nummer wij zitten? Nee, hè? Geen idee. Ik weet het ook niet. Maar alleszins heel mooi, heel gezellig. Het ontbijt staat ook al klaar. En ik heb echt honger. Dus kijk ik al naar uit. Ze ging ook nog een eitje brengen. Ook heel vriendelijke mevrouw die zo helpt en zo. Dus dat is wel tof. Ik zal jullie dus een rondleiding geven. Oké, dus hier kom je binnen. Hier is het toilet. Hier heb je nog een spiegel, een haardroger en zo. Alles om je klaar te maken. Dan heb je hier een barretje. Ook super fijn. Dus drankjes en alles zijn hier. De badjassen. En dan hebben we daar een Niels. Hier de douche. En hier is de gewone sauna. En dit is de stoomcabine. Hè? Daar, denk ik. Ja. En een groot bed. Hier gaan we zelfs ontbijten. Het ontbijt staat klaar. Yummy. Oh, ik heb echt honger. En dan hier ook zo'n muzieksysteem. Kun je met Spotify muziek opzetten. En hier is het zwembad nog en de jacuzzi buiten. Smakelijk. Rek. Meisjes, waas het allemaal aan. Nou ja, het is hier warm. Ik zie niks meer. Nee, het zit erop hè. Vond je het leuk? Yes, heel leuk. Ja, ik ook. Het is echt mooi hier. Kei gezellig, kei romantisch. Dat is onze Valentijns. Feestvieringen zijn al gebeurd. Dat is echt heel leuk. We zijn nog even bij een vriend van Niels geweest. Niels. Ja, met mijn Safke. Wat is dat nu? Mensen vroegen dat. Mensen hebben dat al gezien op de video van Céline. Ja. Dat Céline zegt in haar video dat jullie buiten aan het roken waren. Allee, jullie, jij. Ja, en Thomas? Thomas? Of was dat een andere? Thomas, die toen. Dat was met Nick toen in Maastricht. Ah, oké. Dus Niels rookt en mannen. Enige minpunt. Nog 2 kilo te gaan. Ja, er zijn wel meerdere mensen die roken. Hè. Dus niks om u over te schamen, schatje. We zijn dus nog even naar een vriend van Niels geweest. Die ook in Beringen woont. En die had zo'n schattig katje. Oh, ik wil ook nog een katje. Een kleintje. Krijg je mij van uw verjaardag. En dan ben ik na 2 weken op vakantie. Ja, dan moet jij daarvoor zorgen. Dan krijg je een waardebond voor 1 katje. Een waardebond voor 1 katje. Nee, wacht maar, als we ooit een huis of zo hebben, dan wil ik wel een katje. En ik heb die niet gevlogd, maar ik zal een videootje van mijn gsm invoegen. Dat kunnen jullie niet zien. Dat is super cute. En die noemde Lilo. Lilo, ja. Ook super schattig. Dus al even terug thuis. We hebben 2 afleveringen van Shooter gekeken, denk ik. En nu zijn we keer op keer aan het spelen. Ik ben hier het spelletje aan het uitleggen. Maar ik denk dat het hem al gaat winnen.
frietjes van de frituur en we gaan naast elkaar zitten, zodat de tv kan kijken. Want meneer wil niet in de zetel eten. Ja, zeker. Jawel, ja. Maar dat is makkelijk. Dan borst ik alles om. Ja, want die smospot hier. Ik had het verdiend, hè. We hebben de hele week goed gegeten. En nu cheaten. Cheaten! We hebben deze morgen met de ontbijt. Dat is natuurlijk ook niet het gezondste. Maar dat was ook niet zo heel goed. Oh, ja. Nee. En deze middag hebben we alleen soepje gegeten. Dus dat was, hè. Heel goed. Goed bezig, hè. Maar waarom? Waarom? En dit is dus Milky als we frietjes eten. Wilt je ook? Hele tijd en die stopt echt niet. Oh. Wat?